Het programma Proud to be Me versterkt de eigen kracht van gezinnen. Het vertelt niet wat je moet doen of hoe je iets moet doen, maar je krijgt de keus om de ouder of de persoon te zijn die jij echt al had willen zijn. Het programma connect jou. Het connect met jouzelf, wie jij echt bent, met jouw innerlijke mens. Daarnaast connect je ook met je partner, of een man, als je een partner of man hebt. Maar ook met je kinderen. Dus het programma brengt jou samen. Negatieve patronen die komen aan het licht. Dingen die je misschien in het verleden hebt meegemaakt. Negatieve patronen die je misschien onbewust hebt meegenomen en die je nou doorgeeft, terwijl je dat niet weet. Maar als je iets niet weet, als je niet weet waar je vandaan komt, kun je die dus ook niet veranderen. Dus dat is ook mooi. En de positieve patronen, die worden omarmd, want daar mag jij trots op zijn. In groepsverband ga je nadenken, je gaat dingen delen. Nee, je gaat nadenken, je gaat op dingen opschrijven, je gaat delen. En het belangrijkste is dat je het gaat doen. Want het gaat om het doen. Verandering, dat ontstaat alleen als je, ook, als je echt die stappen kan zetten. En dat is ook wat ik zelf heb ervaren in mijn eigen omgeving, nadat ik dit programma heb gedaan. Dat het echt mijn familie heeft verbonden, alsof ik ze weer terug heb gekregen. En ik ervaar zelf dat ik me voel als een vlinder. Ik zat eerst in een cocon en nu ben ik een vlinder met hele mooie vleugels en ik straal helemaal. De mensen zeggen meestal van verbeter de wereld, begin bij jezelf. En Proud to be Me die zegt ook, wil jij verandering binnen jouw gezin? Wil jij staan in het leven, echt goed op je benen? Begin bij jezelf. Zodat jij kan zeggen, I am proud to be me. En dat heeft te maken dat niet anderen de verandering hebben gebracht in jouw leven, maar omdat je zelf de positieve verandering hebt gebracht. Dus I am proud to be me.